volgens mij, Giovanni, wilde de mij vragen aan jou. Wat was uw inspiratie om in eerste instantie voetballer te worden en uiteindelijk trainer? Nou, ik had eigenlijk toen ik al klein was de droom om voetballer te worden. En dat begon eigenlijk op de leeftijd die jullie nu hebben. En dat was voor mij elke dag op een voetbalveldje staan, met vriendjes spelen, op doel schieten. En dat was voor mij de start van een droom om uiteindelijk voetballer te kunnen worden. Voetbal natuurlijk is voor mij het leukste. Daarbij vond ik het ook belangrijk om samen met mijn vrouw iets op te richten voor jullie, de kinderen. Dat vond ik ook heel belangrijk, dus daar heb ik ook heel veel energie in gestopt. En uiteindelijk, wat juf Carlo ook zegt, ik was eerder hoofdcoach van SV Gio dan van Feyenoord. En ik ben op allebei hartstikke trots, maar misschien nog wel het meest trotse op de hoofdcoach zijn bij mijn SV Gio en voor jullie er te zijn. Dus ik ben heel erg blij dat ik jullie allemaal hier zie, een nieuwe groep dit seizoen. Ik denk dat jullie nu net zijn begonnen, net als wij met Feyenoord, net begonnen het seizoen. En ik hoop dat jullie plezier hebben in de komende weken en hier met een lach weer weggaan. Hartstikke leuk natuurlijk voor de kinderen hier samen met ouders, met de coaches, om de contracten te ondertekenen. Ik denk voor mij ook belangrijk, omdat ik ook hoofdcoach ben van SVG, om ook één of twee keer in die 20 weken ook er zelf te zijn. Dat vind ik heel belangrijk en vandaag is het heel leuk. Eet u gezond of drinkt u veel? Nee, ik eet wel gezond. Af en toe wel een pizza of een hamburger, maar ik denk over de hele week gezien eet ik gezond. En als Feyenoord wint, dan neem ik een biertje. Dan gaat het bijvoorbeeld over 2030. Wat doen de kinderen dan in dat jaartal? Ja. Waarom vind je dat belangrijk, dat kinderen nadenken over zover in de toekomst? Nou, omdat het toch wel, je moet toch je toekomst plannen. En ik vind het belangrijk, voor mij was het al snel heel duidelijk toen ik een jaar of 8, 9, 10 was voor mij, ik wilde voetballer worden en daar mijn brood mee verdienen. En omdat ik het leuk vond. En dat vond ik belangrijk. Daar ben ik ook hard voor gaan trainen, hard voor gaan werken en uiteindelijk het ook gehaald. Dus ik vind het belangrijk dat kinderen ook weten voor hunzelf waar ze in 2030 willen staan. Wat voor beroep ze willen uitoefenen. Dus dat vind ik heel belangrijk, omdat ze eigenlijk nu al moeten gaan plannen en nadenken over de school waarnaar ze naartoe moeten. Dus kijken wat ze willen worden en hoe kan ik het worden. En dat om die kinderen een richting te geven. Feyenoord is natuurlijk een heel belangrijk in de maatschappij en zeker voor de mensen die dicht bij de Kuip wonen. De kinderen wonen allemaal dicht bij de Kuip, dus het is gewoon een hele belangrijke iets voor die mensen. En om hier dan te zijn als hoofdcoach van en Feyenoord en van SV Gio is heel belangrijk. En ik vind het ook belangrijk dat ik daar ook tijd in steek. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de club, om ook voor die kinderen hier er te zijn. Ja, want vanavond zijn eigenlijk alle belangrijke pionnen van SV Gio bij elkaar. Jij als hoofdcoach, maar ook alle trainers, ouders, ja, kinderen. Dat is ook een mooi gegeven, denk ik, dat iedereen op zo'n avond bij elkaar is. Ja, is het ook. Omdat het met name, we proberen iedereen erbij te betrekken bij de SV Gio. Natuurlijk de kinderen, maar ook de ouders. En zeker ook de coaches die de kinderen gaan helpen. En ik vind het belangrijk dat die team spirit er ook is bij de SV Gio.